Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we vuurwerk bestellen en niet zomaar vuurwerk, we gaan categorie 1 vuurwerk bestellen. Het is namelijk best wel de tijd om categorie vuurwerk in te slaan. We willen binnenkort namelijk een compilatie maken. Ja, dus hebben we weer wat nodig. Er is best wel een nieuwe webshop online, vuurfans.nl. Die verkopen categorie 1 vuurwerk en aanstekers en weet ik veel wat. Dat zijn gasten die ook een eigen vuurwerkwinkel hebben in de regio van Delft. Dus we dachten, weet je wat, we gaan even kijken hoe die webshop is, hoe lang ze leveren, of het wel de moeite waard is. En bovendien, het zijn vuurwerkliefhebbers. Dat is ook best wel chill, dat het geen mierenneukers zijn of zo, die alleen maar geld willen. Ja, we hebben dus besteld bij vuurfans.nl. We hebben sowieso voor jullie gefixt dat er een kortingscode van 15% beschikbaar is. Alleen die kortingscode die geldt maar voor de eerste 50 die bestellen met die kortingscode. Het is natuurlijk de kortingscode PYROTEAM Delft. Krijgen jullie 15% korting. Jullie kunnen ons allemaal bedanken in de reacties, want dat hebben we even gefixt voor jullie. Dus kan je even wat inslaan. We hebben die website even bekeken. Er zal nu wel een stuk in beeld komen hoe die website eruit ziet. Allereerst heb je natuurlijk, je ziet allerlei categorieën staan. Het staat allemaal mooi ingedeeld. Categorie 1 vuurwerk los. Pakketten, voordeelpakketten. Je ziet sowieso dat er best wel veel categorie 1 vuurwerk op voorraad is. Ja, het zijn best wel verschillende soorten, dus het is best wel de moeite waard om wat in te slaan. Voor de rest zie je ook dat ze aansteker hebben, de Pyro Torch, wel bekende. Ook niet al te duur, dat vind ik ook al heel belangrijk. Ik heb sommige sites wel gezien dat ze echt meer dan 10 euro zijn. En dat wil ik gewoon niet uitgeven voor een aansteker. Want dat wil je niet doen. Verder hebben ze natuurlijk ook voordeelpakketten, dat zie je hier ook. Het is best wel een meepakketje, volgens mij een zelf samengesteld pakket of zo van ze. Het is best wel nice. Het ziet er best wel goed uit, die webshop. Dus we dachten, weet je wat, we bestellen wat. We hebben best wel wat besteld. Ja, ik heb gehoord dat daar wil ik nog wel even op terugkomen. Viscolont is vanaf dit jaar verboden om te verzenden. Ik heb ze een mail gestuurd van, hey, waarom hebben jullie geen Viscolont op voorraad eigenlijk? En dat komt omdat Viscolont mag niet meer geleverd worden. Het is gewoon illegaal. Mensen die worden aangespoord tot doorwond, weet ik veel wat. Dus het is best wel bullshit, maar het is leveren in ieder geval niet meer. Er zullen heel weinig sites zijn waar het nog mag, want het mag gewoon niet. Alleen, ze hebben nog best wel wat op voorraad. Dus iedereen die bestelt met de kortingscode PYROTEAM Delft, die ontvangt een stuk Viscolont er gratis bij. Dus dat is best wel chill, want als je nog wat wil hebben voor oud en nieuw, dan krijg je dat er gewoon gratis bij. En nog die kortingscode, dus dat is best wel ziek. We hebben die bestelling geplaatst. We kregen best wel snel een orderbevestiging binnen en dat het pakketje verzonden was. Dus ik ben benieuwd hoe snel het pakketje binnen is. Zo snel dus. Het pakketje is fucking snel binnengekomen. En het zit sowieso goed verpakt. We gaan hem zo unboxen. Ik ben benieuwd. Ja, je hoort niks schudden, vind ik ook belangrijk. Want je weet wel, bij de post gooien ze altijd zo van met het pakketje. En dan wil je niet dat je vuurwerk kapot gaat. Dus we gaan het pakketje even unboxen en dan laat ik jullie zien wat erin zit. Oh mijn god, ik ben echt een noob. Ik heb geen eens een mes gepakt. Dus ik snij het gewoon open met een pen. Denk ik. Gaan we hem openmaken. Kijk, ik zie hier sowieso al een goed gevuld pakket. Allereerst wat ik hier zie is een bestelling. Met bedankt voor je bestelling. Stook ze. Like ze op Facebook. Ja, fucking nice. Hier dus een stuk Visco. Nou, altijd handig om erbij te hebben, want wij doen best wel veel projecten. En wat ik hier zie, twee pyrotorches, die had ik niet besteld. Het is best wel nice dat ik die er gewoon aan bij heb gekregen. Even kijken. Doet het ook gewoon goed. En bovendien goed verpakt natuurlijk. Dat vind ik ook belangrijk. Dat ze niet gewoon los in een doos liggen. Je weet nooit wat er gebeurt onderweg namelijk. Hier zie ik een pakje spinnerpack. Grondbloemen. Fucking ziek. Kijk, het is natuurlijk ook zo over, ik denk 3-4 weken komt natuurlijk het vuurwerk bij de Big Bazaar en zo uit. Alleen dit is echt vuurwerk van Leslie, weet je wel. En dat vertrouw ik toch iets meer dan de prut van Duitsland en shit. Hier pak je knetterlint. Ik weet niet hoeveel erin zitten. Zo, jezus man. Hij heeft er behoorlijk wat bij gedaan. 4 pakken. Even kijken, er zitten 20 stuks in één zo'n pak. Ah, fucking nice. Deze zijn echt hard van Leslie. Die hebben we vorig jaar ook gehad. En dat gaat allemaal voor de categorie 1 compilatie afgestoken worden. Hier zie ik 2 pakjes flitspalen. Heb ik ook maar 1 van besteld.
ze zijn fucking gul daar zo. Twee pakken flitspalen zijn altijd lach om erbij te hebben. Onderhand weet ik wel wat het is. Even kijken. Hier, een pakje Piccolo. En nog een pakje Piccolo. Volgens mij zijn dit van die knetterdingen. Ik weet het niet zeker. Gaan we binnenkort even testen. Kijk, er zit best wel nog wat in. XXL knetterballen. Ben ik ook super benieuwd naar. Zitten er 4 in een pakje. En we hebben er 3. Dus we hebben er... Oh mijn god, ik ben echt slecht in tellen. We hebben er 12. Fucking nice. Hier zie ik, en daar ben ik echt super blij mee. 3 voordeelpakken knetterballen van Black Bulls. Dat zijn echt een van de beste die je kan krijgen. Beter dan die van de Big Bazaar en die kleine kutpakkinkjes. Ja, dat zijn fucking nice deze. Zitten er volgens mij in één zo'n doosje. Ja, in één zo'n doosje zitten er 8. Dus wij hebben er 3 keer 32. Dat is dus 102 knetterballen hebben we hier zo. Gaan we sowieso iets leuks mee doen. Verklap nog niet te veel. Hier 3 pakken luchthuilers. Ja, die gillen natuurlijk. Het zijn natuurlijk de vervangers van de babypijlen. Dus altijd lachen. Pak je mini stromboli. Deze zijn ook fucking ziek. Iedereen weet het wel. Die knetteren een tijdje door, volgens mij. En hier een pakket die we hebben besteld. Het vet vuurwerkpakket. Het is sowieso een goed voordeelpakket. Er zit, ik weet niet hoeveel die was, maar... Er zit echt alles in. Van grombloemen tot knetterballen tot zo'n tank die erin zit. Fucking gruwelijk. Ja, gaan we sowieso ook even mee kloten. In de compilatie. En hier nog een pakje luchthuilers. Ah, fucking gruwelijk. En dat was de doos. Ja, het is best wel een ziek pakket wat we hebben ontvangen. We hebben best wel veel gratis gekregen. Het schijnt dat ze best wel veel... gratis erbij doen. Sowieso bij iedere bestelling zit er wel wat gratis bij. En ik heb ook nog een kortingscode voor jullie natuurlijk. Pyroteam Delft. Voor de eerste 50 die erop bestellen. En iedereen krijgt er een stuk viscolon bij. Zolang de voorraad strekt. Alleen de mensen die bestellen met de kortingscode Pyroteam Delft. Dus dat is fucking gruwelijk. Ja, wij gaan binnenkort hiervan even een categorie 1 compilatie maken. En ik denk dat we wel even zoet zijn met dit. Het is best wel een ziek voorraadje. Ik ben ook fucking blij met die aanstekers. Want ja, zoals jullie zien waren we in Polen vergeten om onze toortjes mee te nemen. Waar de fuck zijn die aanstekers nou weer gebleven? Oh ja, hier zo. We waren in Polen vergeten om ze mee te nemen. Ja, ik had wel een paar mensen hadden gereageerd van jullie kunnen niet eens een fatsoenlijke aansteker nemen. Ja, weet je wat het is? Als je naar Polen gaat is het gewoon fucking chaotisch. Vooral als je voor de eerste keer gaat. Dan is het fucking chaotisch als je in die auto gaat en 10 uur moet rijden, weet je wel. Dus we waren het gewoon vergeten daar. Maar goed, we hadden toch een aansteker kunnen fixen, zo'n goedkope. En dat was even kloten, maar goed. Dat is ook misschien wel leuk om te doen. En in ieder geval heb ik hier dus 2 pyrotortjes gekregen. En dus de voorraad die is best wel weer aangevuld, want je kan ze natuurlijk ook vullen, die dingen. En voor de rest ben ik echt benieuwd naar een aantal producten hiervan. Ik zou zeggen, vond je deze video leuk? Laat dan even een like achter. Vergeet niet om een reactie achter te laten en te abonneren. En ik zou zeker even een kijkje nemen op vuurfans.nl. Want rond deze tijd gaan die webshops gewoon super hard. En voor je het weet is gewoon alles uitverkocht. En dat wil je niet hebben. Want hoe later je bestelt, des te groter de kans is dat je wordt teleurgesteld. En dan heb je gewoon een kut-auto nieuw. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie weer bij de volgende video. En waarschijnlijk wordt het een shopvideo. Maar ik verklap verder niks.